Bij de introductie van Camera Raw heb ik het er al over gehad dat je aanpassingen kunt maken over bijvoorbeeld de hooglichten en de schaduwen in de gehele foto. Maar in Camera Raw heb je ook de mogelijkheid om dat lokaal te doen. Dat zit bijvoorbeeld hierboven bij de kwast. Nou, je krijgt dan een soort borstel en aan de rechterkant zie je de instellingen van die borstel en die staan nu allemaal netjes op nul. Maar als ik bijvoorbeeld zeg dat ik de hooglichten een stuk terug wil hebben en het contrast een klein beetje omhoog wil hebben. En ook de witte tinten omlaag. En ik zou nu gaan schilderen, dan kan ik dat lokaal toepassen. Ik maak de kwast wat groter door de rechtermuisknop ingedrukt te houden. En een klein beetje naar rechts te slepen. En vervolgens ga ik gewoon eens over de lucht schilderen. Ik schilder gewoon geheel in één keer door. En ik krijg zo een iets donkere lucht. Nou, hoe groot is deze selectie nou? Als ik hieronder op een masker klik, dan zie ik wat ik gedaan heb. En eventueel kan ik nog een kleur veranderen in dat masker. Als je dat beter uitkomt, dan zet ik het masker weer even uit. Want als ik nu bijvoorbeeld ga schuiven, dan zie je dat dat alleen toepassingen heeft op die lucht. En ik zie dat ik aan de rechterkant een klein beetje stof heb. Ik zal, ik zal je dat even laten zien als ik het lokaal contrast en de nevel verwijderen bijvoorbeeld opzet. Dan zie ik allemaal kleine puntjes boven in de lucht. En dat betekent dat ik mijn sensor binnenkort weer eens een keer schoon moet laten maken. Maar je bent op deze manier in staat om verschillende punten toe te voegen. Waarbij je dus kleine aanpassingen maakt. Jammer is wel als je een nieuw punt aanmaakt dat hij niet meteen op nul begint. Maar als ik bijvoorbeeld zeg: van, Nou, ik wil hieronder de schaduwen nog uh, een klein beetje invullen. dan kun je dat punt er gewoon bij tekenen. Je ziet nu dat ik twee kleine bolletjes heb. Er staat een rood bolletje links. Dat is de selectie waar ik op dat moment in bezig ben. En er staat een wit bolletje bovenin. Dat is mijn lucht. Die is niet actief. Klik ik daar nou op. Dan wordt hij wel actief. En zou ik er dan bij een actieve met rechts op klikken. dan kan ik hem zelfs nog gewoon verwijderen. En zo kun je het weer ongedaan maken. Op deze manier kun je dus alle toepassingen van het Camera Raw Filter ook heel lokaal gebruiken. Nou, er is ook voor bijvoorbeeld lucht nog een andere manier. En dat is met een soort gradient. En je krijgt wederom dezelfde instellingen. En wat doet een gradient? Nou, dat is geen borstel, maar dat is gewoon een verloop. Als ik nou bijvoorbeeld klik. Oh, ik moet natuurlijk wel iets veranderen. Als ik nou klik, trek ik een lijn. En deze lijn maakt een verloop. Groen, uh, daar begint het. En rood, daar eindigt het verloop. En onder het rood, in dit geval, is er dus niks meer van toepassing. En boven het groen, daar is alles nog gewoon donker. Dus als ik dit nou bijvoorbeeld vrij dicht bij de horizon zet. En deze iets eronder. Dan zie je dat ik bijvoorbeeld een donker verloop in mijn lucht krijg. Uh, althans op de horizon, en dat de lucht daarboven echt gewoon een heel stuk donkerder is. Natuurlijk is deze instelling niet de mooiste, dus ik maak hem een klein beetje lichter. Nou, dit kan bijvoorbeeld wel wat beter. Um, en zo kun je ook in, uh, in één keer hele grote vlakken aanpakken. Ik wil dan ook nog even de laatste met je behandelen: dat is zeg maar een soort uh, ovaal. En dat trek je gewoon over je foto heen. Je zou op die manier een vignet kunnen maken. Ik heb hem eigenlijk ietsjes te groot gemaakt. Je zou op die manier ook een cirkel kunnen maken. Het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als gradient. Niet al te ingewikkeld. Tot zover even deze kleine tips. Volgende keer ben ik er weer. Uh, vind je het filmpje leuk? Geef even een duimpje of neem een abonnement op het kanaal. En je hoort mij de volgende keer weer. Doei doei!